Voor het personeel van het apart hotel Randwijk was het schrikken. Voor de nachtportier van het hotel stond opeens een man met een mes te zwaaien. En hij heeft de nachtportier bedreigd met een mes en ook zijn daadwerkelijk een overhemd, een scheuring gemaakt met het mes. Hij heeft de telefoonkabels doorgesneden op kantoor, omdat hij misschien dacht van ja, dan vertraag ik een beetje de oproep naar de politie. En toen ging de overvaller er met een klein geldbedrag vandoor. 4 overvallen in ruim 1 week tijd. En dat allemaal door een man met een mes. De politie onderzoekt nu of er een verband bestaat. En ondertussen zijn Maastrichtse winkeliers en hoteliers extra alert. Bij apart hotel Randwijk gaat de deur eerder op slot en winkeliers leggen eerder de kassa. In de Wiekerbrugstraat hebben winkeliers een speciale appgroep. Zodra er een verdacht persoon rondloopt, informeren ze elkaar. Zo kun je heel snel reageren op het moment dat je die mensen hier 3 winkels verder zijn binnen geweest en je krijgt die app binnen. Ja, je houdt dat wel in de gaten. Dus dat is wel. Dat geeft wel ook een wat prettiger gevoel. Dan ben je gewaarschuwd. De politie heeft inmiddels 1 persoon aangehouden en breidt de recherchecapaciteit uit. We zetten daar extra mankracht op in, ook op het recherchewerk. Want wat we nu aan het doen zijn, is de sporen, getuigen, verslagen. Die worden met elkaar vergeleken en die worden bekeken. We hebben camerabeelden, dus allemaal dat soort zaken. Daar zijn collega's achter de schermen heel druk mee bezig. Maar als er echt iemand met een mes voor je staat te zwaaien? Dan kun je met 4 man staan. Daar helpt toch niks tegen. Ik bedoel, wij hebben hier afgesproken, we zorgen dat de kassa goed afgeroomd is. En de la gaat mee hoor. Ik bedoel, we zijn verzekerd. We gaan geen gekke spatjes uithalen daarvoor. De Maastrichtse hoteliers komen dinsdag bij elkaar om te praten over de kwestie.